De gemeente Terschelling overweegt de Torenstraat en het Brandaresplein opnieuw in te richten. Het plein en de straat vormen het hart van het centrum van West en hebben al jaren hetzelfde uiterlijk. Maar voor hele grote aanpassingen is geen ruimte, dus het gaat om wat kleine details. Het is een van de mooiste, misschien wel de mooiste straat van Nederland en een prachtig plein erbij. En er zijn op de Terschelling al wel een aantal jaren worden gesproken over, kunnen we hier en daar toch niet een puntje op de i zetten. En dat gaat er inderdaad om zeg maar de stenen hier en daar beter uit te laten komen. Het gaat ook inderdaad meer groen en dan vooral op het plein. Daar is ook wel weer wat op tegen. Nou ja, dat soort dingen moet je inderdaad aan denken. Ja, want ik heb de schetsen gezien. Inderdaad, een paar bomen hier op het Brandaresplein. Dan is het geen plein meer, toch? Dat is meer een park. Ja, nou ja, dat een goede discussie over te voeren. Ik ben niet iemand die zeg maar, van nature daar veel kijk op heeft. Wat is nou mooi en wat is nou lelijk. Toen wij als college van BMW die dingen die op papier gezet waren, zagen die plaatjes, dachten we, nou, dat ziet er mooi uit. Daarover willen wij best in gesprek met de samenleving. Dus, maar om te beginnen moeten we bij de gemeenteraad eens peilen van hoe staan jullie erin. Want financieel groeien de bomen bij ons niet tot in de hemel. Dus wij moeten daar echt wel serieus over nadenken. Willen wij dit? En zo ja, dan gaan we nu een traject in met de omgeving om daar zoveel mogelijk eensgezindheid over die plannen te krijgen. Herinrichting van deze straat is geen doel op zich van de gemeente. Het gaat om de riolering die eronder ligt. En dan met name onder het Brandaresplein. De riolering is heel slecht en dringend aan vervanging toe. Ja, en als je dan de hele straat eruit moet halen voor een nieuwe riolering, waarom zou je dan ook niet meteen alles weer op een goede en betere manier terugleggen in een nieuwe indeling? Maar ja, hoe die nieuwe indeling eruit moet komen te zien, dat is dan weer aan de mensen die hier wonen en werken. En daarvoor gaat de gemeente een zogenoemd participatietraject opzetten, als de gemeenteraad er op 2 oktober mee instemt. Je hebt gelijk, die riolering moet aangepakt worden. Zeker die onder het Brandaresplein. Maar er is ook naar gekeken van, dat heeft wel even. Het is niet zo dat het naar verwachting morgen of overmorgen verkeerd gaat. En er is ook wel over nagedacht, als er dan toch iets verkeerds gaat, dan hebben we ook nog wel noodmaatregelen. Maar we moeten wel zorgen dat we tempo maken. Omroep Zeeland.